Alles, maar ik zuip gewoon veel te veel. Dat is mijn grote probleem. Maar het komt allemaal goed, mensen. Je bent niet van mij afhankelijk. Dat is een goed begrip. En we waren hier bleef. Hè? Ik heb dus inmiddels een mail verstuurd naar deze mevrouw. Even lekker open. En ze heet Melanie. Ik kan wel wat. Melanie Compier. 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 En dat klopt dus gewoon. Dit lettertype is anders als dat lettertype. Hoe dit nou werkt? Want ik begrijp dus niet waarom het Openbaar Ministerie, dat dit is Helvetica of zo. Hè? En dit is een serif. Hè? En dit is een sans serif, heet dat, hè? Er zit er geen van die. Zie je dat met die T'tje? Dat, met die T kan je het zien, dat puntje wat erin zit. Dat is een kik. Maar hier heb je dat niet. Hè? Dat is een sans serif. Hè? Dit is een serif. Nou, waar het dus om gaat, het is over die. Het begon hiermee, hè? Het wordt gewoon zo langzaam mogelijk, hè? En dan doe ik dit, even denken hoor. Zo. En volgens mij kan ik dat nog steeds zo doen. Trek ik. Oh, wacht even. Ik heb inmiddels antwoord gekregen. Spannend. Waar zit dat ding? Pagina 2. Ja, hier. Ja, hier. Dat was de eerste die ik had. En toen kwam deze. Dat is pagina 39. Die vorige was pagina 2. Is pagina 39. En er wordt verwezen naar deze bronvermelding. En mijn vraag was. Kijk of ik in kan zoomen. Lukt me hoor. Ik ben niet gek hè. Het is een beetje slordig hier aan de linkerkant, maar dat moet je maar gewoon vergeten, ja? Het massale bloed, precies, is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt, waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt. Ja? Dat staat op pagina 1066 van het procesverbaal van verhoor. En nu heb ik net een mail binnengekregen van Melanie. Even kijken wat ze me te vertellen heeft. Ja. Ja. Het. Ja. Ja. Exact. Dat mag niet. Ook niet voor onderzoek. Ja. Ook niet voor onderzoek. Wat moet ik hier nou mee? Shit. Ik doe het gewoon zo. Maar mag ik ook niet voor onderzoek? Ik moet hier denk ik even over nadenken. Ook niet voor onderzoek. Nee, ook niet voor onderzoek. Ik doe het wel.
Wet openbaarheid bestuur. Even kijken wat er van komt. Ik weet het ook niet hoe dat afloopt, hoor. Maar deze is de deur uit, die mail. En ik druk nu op pauze. Dag, lieverd.